Yo, mijn naam is Kelvin, aka Kalfijn, en vandaag het moment, het bestaat, het is zover. We gon' do this, man. We ain't fucking around, man. It's time for life. I'm gon' kung fu on your ass. Voor de mensen die geen flauw idee hebben waar het over gaat, ik ben de man die toch wel eventjes het gevecht aangaat met even mijn beste, misschien wel mijn beste mat, mijn voormalige beste Mattie. Peter, als je kijkt. Ooit hadden we een mooie tijd samen, totdat je... Voor de mensen die niet weten wat de fuck er aan de hand is, ik neem je even mee terug. Neem even mee terug de tijd in. Ik heb een dissertje gemaakt over mezelf. Daarin heb ik eigenlijk één mini-zin. Eigenlijk was het een woord. Het was niet eens een woord. Oké, het was gewoon een ding. Alsof het niet bestond. Ik heb die dissertje geschreven en daarin heeft Noah, het jongetje wat die dissertje heeft ingezongen, heeft het volgende gezegd. Dat vond Peter niet zo heel leuk, dus vervolgens besloot hij om eigenlijk de studio die we allebei hebben, waar allemaal leuke decorstukken en shit, dat we dus gewoon zo een klein beetje aan te pakken. Hij heeft hem helemaal naar de tyfus gereden. Why? Escalation. Voor de mensen die Engels kunnen. Escalation. Ik zag het en ik dacht, ja, ik weet niet precies wat ik hiermee moet doen. Tot ik op een gegeven moment voor mezelf besloot, oké, fuck it all. Fuck it. It's time, man. It's time. Dus ik heb Peter uitgedaagd om een potje te komen vechten. En dat doen we in de vorm van een kickbox wedstrijd aan me. Ready, man. Ik heb mijn kickbox handschoentjes. Ik heb mijn horloge. Want ik moet tijdens het vechten wel even kunnen checken hoe laat het is. Ja, ik moet gewoon video's online zetten. Natuurlijk om 4 uur. We moeten een paar zaterdag abonneren. Dat vind ik al fijn. Dankjewel. Hey. Peter heeft die uitnodiging om dat gevecht, heeft hij geaccepteerd en nu is het zover. Vandaag is de dag. Petrus en ik, ook wel Peter de Harder, gaan het gevecht aan. Ik heb de afgelopen weken getraind, ik heb geoefend. Zoals jullie zien heb ik een afgetraind lichaam. You ain't ready, man. It's time to fight. Oké, ik ben aan het wachten op mijn trainer, die haalt me straks op. Dan moet ik straks nog een aantal trainingssessies doen en dan ga ik het gevecht doen. Ik ga gewoon vechten met Peter. Het is niet... Ik laat het... Petrus, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Alsof jij het niet weet, Calvin. Het was één zin. Eén zin heb ik nog nooit wat bij gedaan. En daarom moest je onze studio kapot maken! Het deed mij ook pijn, want het is ook mijn studio! Ik had gewoon van tevoren moeten zeggen. Je mag gewoon van tevoren maar je moet me af. Maar waarom heb je het dan gedaan? Ik heb mijn moed, het is moeilijk onder controle! En toen dacht je, laat ik onze vriendschap maar kapot maken? Ik ga jou kapot maken!
Oké, ik wil mijn trainer bedanken. Ik wil alle kijkers bedanken. Iedereen die voor de hashtag Team Calvijn was. Hey, I love you. Ik wil Peter bedanken voor het verliezen. Abonneer even op mijn kanaal. Want ja, het is zover. Ik heb bijna de 600.000 abonnees. En als ik de 600.000 abonnees...